Nou, welkom allemaal. Welkom, welkom. Ik ben Katinka Abbenbroek en namens Annemiek Nijhoff, die bij de andere groep zit, is een beetje competitie inderdaad, heet ik jullie welkom. Maar eerst wil ik iets anders doen. Ik was deze zomer was ik op Terschelling met mijn familie en mijn kinderen. En ik zei tegen mijn kinderen, doe je ogen eens dicht en ruik eens naar de zee. Doe je ogen eens dicht en voel eens aan het zand en de duinen. Doe je ogen eens dicht en luister eens naar de wind. En ze zeiden, maar mama, waarom? En ik zei, in de zomer klinkt de wind anders dan in de winter. Dus ik wil jullie uitnodigen om heel even je ogen dicht te doen. En kijk eens of je kan horen welke jaargetijden er nu aan gaat komen. Ik kan het horen. Dit jaar werd Terschelling voor het eerst genoemd in de troonrede. Yes, dacht ik. Daar is die. Onze koning zei over zijn koninkrijk en die beschreef hij als van Terschelling tot Aruba. Vond ik mooi. Voor het eerste keer. Maar daarna zei hij, daar heerst corona. Dat vond ik minder leuk. Want we zijn het allemaal enorm zat. En bij Springtij ook. En natuurlijk moet ik hiermee beginnen om te zeggen hoe super het is dat jullie hier zijn. En hoe fijn het is dat er zoveel mensen, meer dan hier kunnen komen, zich hebben ingeschreven en bij Springtij willen zijn. Om zich te laten inspireren. Dat is hartstikke belangrijk, maar ook een hele grote verantwoording. We zijn het enige forum die doorgaat. En waarschijnlijk ook voorlopig het laatste, denk ik. Dus wij hebben een belangrijke taak. En wat zit er aan te komen? De verkiezingen. Dus dit jaar hebben wij met het oog op de verkiezingen, want Springtij die geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies, hebben wij een heel aantal zaken daarop gericht. Wat wij willen doen, wij willen namelijk via een manifest, willen wij agendapunten meenemen aan de politiek. Meegeven aan bedrijven. Dingen die dit keer wel genoemd moeten worden, waar de kiezer wel een stem over mag uitbrengen. En dat is dan ook de kracht van onze stem. Als je kijkt naar dat manifest, hoe we dat opbouwen. Toen ik bij Wereld Natuurfonds werkte, hadden we Red de Tijger. Tijger, krachtig, maar heel aaibaar. Het ging natuurlijk niet om alleen die tijger. Het ging om de grond, de biodiversiteit, zorgen dat er minder gestroopt werd, het schone water, de ruimte, ecotourisme, veel meer. Wij zullen als Springtij in ons manifest ook een aantal tijgers naar voren brengen. Denk aan een fiets voor ieder kind. Ieder kind die dan uit zijn wijk weg kan fietsen naar een andere wijk. Een kind die wel naar de voetbal kan of naar muziekles in plaats van thuis te zitten. Een miljoen kinderen die geen fiets hebben in Nederland. Willen we dat? Daar komt veel meer achter vandaan. Dat is één van onze tijgers. En die tijgers, waar wonen die? Wij hebben dit jaar gekozen voor de invalshoek een sense of place. De plek waar je staat. Nou heb ik opgezocht wat er staat in het woordenboek. Dus dat ga ik voorlezen aan jullie. Een sense of place, staat er, is enerzijds een kenmerk van geografie. Terwijl sense of place ook gezien kan worden als een gevoel of perceptie van mensen. Daar raken de emoties de mensen en dat is waar ze voor gaan stemmen. Dat is waar ze naartoe willen. En daar wonen onze tijgers. Dit jaar willen we ook extra welkom heten aan de kennisinstituten. Het RIVM, TNO, PBL. Hoe hard hebben we ze er niet van langs gegeven? Maar ze hebben een verhaal. Ze hebben jarenlang een sense of urgency gecreëerd en verteld. Eindelijk snappen we het. Maar nu geven ze ons ook handelingsperspectieven. En daarom geef ik hen zo meteen ook graag het woord. Nou, wederom welkom. Laat je inspireren, motiveren, ontspannen hier op Terschelling. En heb een hele fijne tijd. Dank je. Oh, dankjewel Katinka.